De acties van de Bond van Personeel bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo zijn al na één dag opgeschort. Het personeel ging gisteren na reeds enkele weken in beraad te zijn geweest over tot verscherping van haar acties om druk uit te oefenen op de werkgever voor betere salarissen. Het ministerie van Volksgezondheid sleepte de bond echter naar de groene tafel met als resultaat dat de kortgedingrechter bepaalde dat de bondsleden het werk onmiddellijk moesten hervatten. Minister Umar Ramadien zei vandaag voor aanvang van de Raad van Ministers content te zijn met het besluit van de magistraat. Laat me aangeven dat ik allereerst dat we niet zomaar deze stap hebben gezet. Trouwens, ik kom net van, van de rechter, is een beslissing opgenomen. En de beslissing is dat de acties per direct opgeheven moeten worden. Onder de voorwaarden, omdat er breed gediscussieerd is. En ik ben erg content, omdat ik zelf daar was, met de constructieve opstelling van de bond. Waarbij ook toegegeven is dat de regering stappen zet. Dat ze zich ook bewust zijn van de financiële uitdagingen. Dat ze sowieso bereid zijn om de acties op te heffen. Maar ze willen graag duidelijkheid te hebben in wat hun te wachten staat. Dus wij hebben met de rechter afgestemd. Onder de voorwaarden dat de acties worden opgeheven per direct. De mensen moeten per direct het werk hervatten. Maar dat wij wel volgende maand terug gaan bij de rechter om een tussentijdse update te geven van welke stappen gezet worden. Ramadien merkt verder op dat de loonreeks welke de bond bij AZP op tafel heeft gelegd bij de regering een financiële scheefgroei zou veroorzaken in de zorgsector. Hiermee zou er meer onrust ontstaan bij de andere groepen in deze branche. En dat is ook beaamd door de rechter dat dat niet bevorderend is voor de samenleving. Er wordt onrecht aangedaan tegen andere personen. Er is een algemeen belang. Er is een algemeen belang, maar ook een groepsbelang van AZP. En we snappen dat. De wens is dat het zo snel mogelijk wordt gehonoreerd. Maar we hebben aangegeven binnen het kader van behoorlijk bestuur dat je wel de integrale aanpak van de loonleaks moet bevorderen. En daar kon de advocaat van de bond en de bond zich ook mee leven. Wat eerder ook gezegd hoor. Alleen was het jammer dat we daar bij de rechter moesten doen. We hebben in goed overleg met elkaar hebben wij een paar afspraken gemaakt. En ik denk dat de partijen zich bewust zijn van het belang van een, laten we zeggen, een dialoog eerder dan confrontatie. De advocaat van de bond kon zich naar zeggen van de bewindsman terugvinden in de motivering van de rechter dat zaken structureel moeten worden aangepakt. De bond is door de rechter gevraagd het vertrouwen te geven aan de regering om oplossingen te bedenken. De magistraat heeft de regering erop gewezen om middels een duidelijke tijdlijn afspraken te maken en na te komen, zodat de leden weten waar ze aan toe zijn en ze niet worden verrast met zaken.